je het klinisch bekijkt, is een punt voor ons altijd goed. Maar nou, als je de wedstrijd bekijkt en je staat 7 minuten voor tijd nog met 2-1 voor. En ja, hij valt dan weer zo binnen. Dat is, ja, dat is lullig. En dan sta je wel een beetje met een dubbelgevoel, moet ik zeggen. Ja, want er zijn wel eens wedstrijden geweest waarbij jij meer toe doet dan. Ja, dat ook. En ook wel wedstrijden waar je dan misschien 2 ballen krijgt waar je wel wat kan doen. En ja, deze wedstrijd heb ik eigenlijk mijn stempel niet echt kunnen drukken. Ik heb ook, ja, die eerste goal, moet ik even terugzien, was niet helemaal lekker voor mijn gevoel. En, maar ja, voor de rest heb ik ook niks geks gedaan. Dus ja, voor mijn eigen wedstrijd ben ik voor de rest wel tevreden. Ja, want eigenlijk gewoon 2 afstandsschoten van Vitesse. Ja, ja, kijk, maar die eerste, wat ik zeg, ja, die moet ik even terugzien. Het is wel mijn hoek. Alleen, ja, daar wordt het heel vaak op afgeschoven. Maar ik denk wel dat het in mijn fout was. Dus ja, die moet ik dan ook, het is niet altijd feest. Dus ja, die had ik moeten hebben, denk ik. En die tweede was een geweldig schot. Dat, je ziet dat die jongen, Beker volgens mij, ja, die heeft een geweldige trap in beide benen. Dus ja, dan moet je hem eigenlijk niet laten schieten. En als hij wel schiet van die afstand, ja, dan ben je soms kansloos. Maar verder heb jij niet heel veel momenten gehad dat je echt in moest grijpen vandaag. Is dat een compliment aan de groep toe? Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. De eerste fase was moeilijk. Speelde ze goed positiespel. En ja, dat kunnen ze ook. En de spits zakte in. Er is heel veel beweging. En ja, daarna pakten wij het eigenlijk over en scoren we een mooie goal. Vind je 2 keer en ja, dan heb je een hele mooie middag eigenlijk. Als je ziet wat er gebeurt in het stadion, ja, dat is gewoon geweldig. En ja, dan is het wel zonde dat je, uiteindelijk zie je aan de mensen ook, ze zijn trots op ons. En ja, we hebben er alles aan gedaan. En, maar ja, als je een keer wint, dan, als je een keer kan winnen, was het vandaag, denk ik. Ja, want je merkt aan alles natuurlijk dat het echt wel een wedstrijd was die leefde. Ja, tuurlijk, dat is geweldig. Ik bedoel, de mensen achter mijn goal, ik ken veel jongens daar. Ja, die leven daar naartoe en ja, wij zelf ook. Ik bedoel, je ziet de jongens die hier niet eens vandaan komen, die begrijpen, die komen vanaf de eerste minuut hebben ze door wat er op het spel staat. En dat is gewoon een compliment aan de mensen op de tribune, denk ik. Je stapt zo meteen de bendy in, denk ik. Met wat voor gevoel dan? In ieder geval wel trots dat je achter dat stuur mag zitten vandaag. Met een voorzichtig gevoel, denk ik. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, de club zou nog bepalen of het doorging of zo, weet je wel. Het lag een beetje aan het resultaat en het gevoel na de wedstrijd. Maar dus ik zie het wel en anders rij ik gewoon lekker met de cactus naar huis, is ook prima. De hele week verder de bendy of dan niet? Ja, ja, ja. Alleen ik moet niet te hard schreeuwen, want er staan de mensen allemaal bij me voor de deur. Dus nee, ik zie het wel zo dadelijk of ik hem krijg en anders. Wat ik zeg, dan ga ik lekker met de kaktus naar huis, ook prima.